En ik heb hem roepen. Ja, neem hem mee, hè? Dat altijd. U hebt hem erbij. Ik zal hem bedenken, hoor. Hiervoor u heeft hij de hoofdstart-landingsbaan. Hij wordt voor twee doeleinden gebruikt natuurlijk, niet alleen voor het starten, maar ook voor het landen. De Duitsers die moesten een kruisvliegveld aanleggen, hè, in de vorm van een kruis, gezien de windrichtingen. Een vliegtuig moet altijd stijgen en landen tegen de wind in, want dan is hij gewoon het meest stabiel. Ja. Daar gaat het om. Tegenwoordige vliegtuigen die kunnen zoveel zijwind hebben, dat ze dus in één richting eigenlijk altijd bijna kunnen starten en landen. En is die wind zo sterk, dan draaien we gewoon het veld helemaal rond. En dan komen ze vanaf de andere kant. Terwijl de groep Berlekumse bezoekers van de tennisvereniging bij de landingsbaan wachten op de start van de F-16's, maken piloten zich gereed voor het vertrek. Alvorens de motors gestart worden, volgt eerst nog een uitgebreide inspectie van de buitenkant van het vliegtuig. En daar doet hij anderhalf uur over en dan is het gebeurd. En dan vliegt hij dus rustig. Ja? Het vliegtuig, wat zeg je? Met welke snelheid vliegt zo'n vliegtuig? Wij vliegen over land met een snelheid van 800 à 900 km per uur. Bij 1000 km ligt de geluidsbarrière en dan krijg je die sonic boom. Wij willen dat tegenwoordig niet meer hebben, dat er over land dus door die geluidsbarrière heen gegaan wordt. Een vliegveld aangelegd op oriëntatiepunten. Als je naar die kant kijkt, ziet u dat vierkante hoge gebouw, dat is de kerktoren van Mil. Kijkt u naar de andere kant, dan ziet u niet de kerktoren van Volkhof. Die ligt daar een beetje aan de rechterkant. Die kun je net niet zien. Nee. Maar als u op een andere locatie eens rijdt of op de kaart eens kijkt, dan ziet u daar de kerktoren van Volkhof. Daar komt hij. Daar heeft die piloot zijn hand op en daar trekt hij aan en daar duwt hij aan. Daaronder zit een grote sensor en die voelt al die krachten van die handen van die piloot. In het begin, dat hij er pas was van 20 jaar geleden, stond hij helemaal stijf. Dus was hier deze beweging, die was er helemaal niet in.
Hè, want er werd toch elektronisch werd dat overgebracht. Maar die mensen die hadden daar geen vertrouwen in. Maar ja, dat was nieuw natuurlijk. En zo'n stijf stikje tegen zo'n roerijzer wat ze hier hadden. Hè. Dus dat was een hele grote overgang. Hè. Dus toen hebben ze hier deze beweging, die 5 mm, die hebben ze dan maar ingemaakt voor het, gevoel van dat hij nog iets in de hand heeft. In de werkplaats van de vliegbasis volgt een inspectie en worden elke 50 vlieguren de motoren gecontroleerd en gerepareerd voor de volgende missies. Dit keer naar een stukje Noordzee in de buurt van Texel. Er zitten ook veiligheidspennen in, bijvoorbeeld bij het landingsgestel ziet hij ook allemaal van die linten hangen. Ja. Je kunt je voorstellen dat die poten, dat is een bepaald circuit wat scharniert enzovoort. En hier op de grond willen wij niet dat hij gaat scharnieren, dan gaat hij door zijn hoeven heen. Ja. En dan zit je eronder. He? Dus dan wordt dus die pin erin gedaan en dan kan hij dus nooit, never scharnieren. En hij is die extra. Hij moet zien hoeveel bij de kant hebben. Hij moet daar vlak doen, dan kan het allemaal net. Ja, zeker. Signaaltje van hé, ik ben helemaal open. Een hydraulisch motortje begint te draaien en drijft via een tandwielkast de JFS, Jet Fuel Starter. Niet te verwarren met de JSF. Hij begint te draaien, bij zoveel procent krijgt hij een vonkje. Hup, het hele cyclus begint. Hij is gewoon een aparte straalmotor. En hij drijft via een flinterdunne stang, drijft hij de motor aan. Luister maar eens. Flinterdun is dat ding. En er komen al die toeren op. Zo'n JFS'je draait 65.000 toeren per minuut. Vanuit de controlekamer op de vliegbasis Volkel worden alle vliegacties nauwkeurig in de gaten gehouden en kunnen de piloten eigenlijk van afstand geïnstrueerd worden.
Ondanks het feit dat het fysiek heel erg zwaar is voor de vlieger, is het erg leuk om het te doen. Het vliegen van je vliegtuig op het scherpst van de snede, zoals dat heet. Als je in een hele scherpe bocht vliegt, dan probeert de zwaartekracht je bloed uit je hoofd richting je tenen te duwen. Maar je kunt je voorstellen, met het verlies van bloed in je hoofd, krijgen je hersenen het moeilijk om te presteren. Dan wordt het eerst zwart-wit, dan grijs en daarna zwart. Om dat te voorkomen, hebben de vliegers onder andere een G-pak aan. En dat G-pak helpt om de zuurstof en het bloed in het hoofd te houden.